Hallo stripvrienden, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe stripvlog. Op het Brabants stripspectakel wat eerder dit jaar gehouden werd, heb ik een interview gedaan met drie bijzondere stripmakers, namelijk Bart, Verhast en Kriva. En zij vertelden het een en ander over dit bijzondere boek wat zij met z'n drieën gemaakt hebben, namelijk Kasper Hauser in het oog van de storm, uitgebracht bij Saga Uitgaven. Een heel sfeervol boek. Nou ja, Bart was zo vriendelijk om hem ook even te signeren. Dat is natuurlijk ook wel heel erg tof. Ja, en je ziet natuurlijk wel meteen even de kenmerkende tekenstijl van Bart Proost daarin. Maar daarnaast ook de inkleuring. Dat is echt, met zorg gedaan om een hele sfeervolle strip te kunnen brengen. Die inkleuring die brengt heel veel sfeer erin, omdat het een heel mysterieus verhaal is over het personage Kasper Hauser, wat daadwerkelijk bestaan heeft. Er zit een dossier achterin en daar wordt wat uitgelegd. En er wordt hier gezegd dat als je in Google de naam Kasper Hauser intoetst, dat je binnen no time meer dan 1 miljoen resultaten krijgt. Dat is een heel mysterieus figuur. En de heren Proost, Verhast en Kriva, die hebben daar een verhaal over gemaakt. Om een beetje te laten zien, wie was Kasper Hauser? Wat voor persoon was Kasper Hauser? Wat maakte hij mee? En het is best wel een aangrijpend verhaal. Dat je soms echt wel even doet wegslikken, een traantje doet laten. Want het is geen leuk leven wat deze jongen had. Nou, het wordt in verschillende hoofdstukken uitgeverdeeld. Je ziet gewoon een beetje hoe prachtig dit boek is opgebouwd. Ik moet zeggen, ik vond het wel een hele bijzondere leeservaring. Omdat het toch wel, je gaat lezen en je krijgt in één keer dat personage, Kasper Hauser, voor je. En terwijl je aan het lezen bent, probeer je erachter te komen wie of wat hij nou is. Waar hij vandaan komt. Wat hij meegemaakt heeft. Hij heeft maar een kort leven gehad. Zijn oorsprong is vrij onbekend, zijn dood is wat bekender. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb het boek gelezen en ik weet het nog steeds niet helemaal van hoe zit het nou precies. Een mysterieus boek over een mysterieus persoon, maar wel heel prachtig mooi getekend, heel sfeervol. En ook qua scenario zit het heel erg goed in elkaar, een mooi verhaal wel van Verhast. Waarin je toch wel verschillende stukken uit het leven van deze Kasper Hauser meekrijgt. En hopelijk daarmee een beeld kan vormen over wat voor persoon hij was. Want het gaat een beetje over de achterliggende gronden daaraan. Niet zozeer om Kasper als persoon, maar meer een beetje van wat voor verhaal dit hij brengt. En ja, dat is een heel bijzonder verhaal. Ik kan het eigenlijk heel moeilijk verder samenvatten. Je moet het echt lezen en zelf ervaren om dat mee te krijgen. Nou goed, ik hoop dat ik hiermee even een beetje nieuwsgierig heb gemaakt. Even heb laten zien hoe het boek eruit ziet. Dan weet je een beetje of die stijl je aanspreekt. Want dat is wel heel belangrijk bij zo'n boek natuurlijk. Maar als het je wat lijkt, dan kan ik alleen maar zeggen, ga naar de stripwinkel en ga hem dan halen. En ga hem lezen. Ga zelf eens ontdekken wie deze Kasper Hauser is. Kijk desnoods ook even mijn interview nog terug met deze heren. Dan heb je nog weer wat meer achtergrondinformatie. En dan heb je nog meer een goede basis van of je weet of je dit boek wel of niet wil gaan lezen. Ik kan het wel aanraden, want ik vond het zeker wel een hele bijzondere leeservaring. En het is ook wel eens leuk dat je een verhaal hebt wat je niet meteen afgerond, zo is het, achterlaat. Maar meer even denkt van, dat je daar toch later nog wat meer over aan het nadenken bent. Het houdt je wat langer bezig. En dat is wel het bijzondere aan dit boek. Goed, genoeg hierover. Kasper Hauser, hij ligt bij de stripwinkel. Is het wat voor je? Ga hem dan halen, ga hem lezen. Ik wens je heel veel leesplezier. Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.